Meneer Wilders, ja, een eerste reactie dan maar. Nou ja, ik ben er toch wel van onder de indruk. Hè. Ik bedoel, ik heb eigenlijk heel veel jaren met hem kunnen samenwerken. En, ik was ook zijn mentor, bij de VVD nog. En de eerste 2 jaar van Rutte 1 hebben we heel goed samengewerkt. Daarna ja, was het eigenlijk een beetje politiek water en vuur. Ik heb oneindig veel moties van wantrouwen op hem afgevuurd. Hij heeft onze uitgesloten politiek. En de laatste jaren heeft hij toch veel politieke keuzes gemaakt die allemaal haak stonden op wat de PVV wilde. Maar ik ben er wel van overtuigd dat hij vanuit zijn VVD-visie al die jaren het beste van Nederland wilde. Nogmaals, niet mijn ideeën, maar dat heeft hij wel met goede bedoelingen gedaan. Dus ja, daar heb ik wel respect voor. Dus het is toch wel een indrukwekkende dag dat hij gaat. En ik wens hem ook oprecht wat hij ook gaat doen. Voor alles wat hij voor Nederland heeft gedaan, al was het niet mijn keuzes. Ja, toch wel respect. Daarvoor. Even los van de inhoudelijke verschillen, was hij een goede premier van Nederland? Nou ja, ik vond dus van niet. Omdat hij de verkeerde keuzes maakte en bijvoorbeeld de afgelopen jaren meer het D66-programma uitvoerde dan toch de oude, harde VVD-lijn. Dus ik nogmaals, inhoudelijk, de keuzes die hij lang heeft gemaakt, dat waren niet mijn keuzes. Dat vond ik niet goed. Maar hij stond er wel. Het was wel iemand die met overtuiging vanuit zijn visie toch voor elkaar kreeg om 4 kabinetten. Oké, er zijn dan een aantal gesneuveld, maar toch iedere keer hebben we voor elkaar te krijgen. Dus ik heb aan de ene kant heb ik toch ook wel respect voor wat hij allemaal heeft gedaan. Dus niet alleen maar, ik sta niet te dansen op tafel dat hij nu weg is. Ik vind het politiek goed, maar het was wel iemand die, ja, iemand met gezag, al was het met standpunten die niet de mijne waren. Ik ga u toch proberen uit te lokken. Wat is nou een moment uit de carrière van Mark Rutte als premier waarvan u denkt, daar stond hij er toch maar? Nou ja, ik denk dat hij met, als er rampen waren in Nederland, hè, ik heb altijd, ik denk heel veel mensen in Nederland met de vreselijke MH17 ramp, wat hij zich, zoals wij allemaal, maar hij ook als premier persoonlijk aantrok, heel veel daarvoor deed, heel veel ja, politiek aanwezig was. En niet alleen maar hier aan de Tweede Kamer, maar ook voor nabestaanden en daar een hele hoop zich voor in heeft gezet. En ja, dat soort momenten, dan was hij er wel. En het was gewoon enorm, in politieke zin, nogmaals, hij is niet weg, hij is ook niet dood. Maar in politieke zin, een enorm werkpaard natuurlijk. Ik bedoel, ik vond zelf dat hij misschien iets te veel in het buitenland, te weinig in het binnenland was. Maar hij had daar wel gezag op gebouwd. Dus ik weet niet wie de nieuwe lijsttrekker van de VVD gaat worden. En ik hoop ook zeker dat die persoon niet premier van Nederland wordt. Maar je hebt wel grote schoenen om in te proberen te passen met hem. U zegt terecht, gelukkig, hij is niet dood. Hij gaat alleen maar uit de politiek. Maar voorlopig zit hij er nog als demissionair premier. Hoe moet dat verder? Ja, wij moeten goed kijken als Kamer hoe we wat we controversieel verklaren. We moeten hem, denk ik, zo min mogelijk laten doen, behalve wat echt nodig is. Ik ga geen motie van wantrouwen meer tegen hem indienen. Dat is opvallend. Nou, dat is niet opvallend. Ik vind het ongepast. Op het moment dat hij vandaag zijn afscheid aankondigt, dan ga ik niet nog vragen of hij ook de komende maanden op wil stappen. Ik vind dat niet netjes, want hij is weg en in politieke zin. En dan moeten we de komende maanden maar goed de vinger aan de pols houden. Nogmaals, de Kamer is de baas. De Kamer is niet demotionair. Wij kunnen controversieel verklaren wat wij willen. En dan kan een kabinet niet zoveel meer. En we gaan natuurlijk nu campagne voeren. Dat is het verhaal nu. We gaan nu vooruit en proberen als PVV om weer mee te kunnen doen aan verkiezingen en ook in een kabinet mee te kunnen doen. Want nogmaals, wij hebben, kijkt u naar asiel, wij hebben de goede ideeën. Wij willen compromissen sluiten, wij willen meeregeren. Dus ik hoop maar dat die kiezer onze partij zo groot mogelijk maakt. Dan kunnen we de volgende keer weer aan tafel gaan zitten. En toch even voor de zekerheid dan, want we gaan inderdaad de verkiezingscampagne in. Wordt u de lijsttrekker van de PVV? Die geruchten heb ik wel gehoord, ja. Gaat echt gebeuren? Dat gaat gebeuren. En wilt u ook premier van Nederland worden? Natuurlijk. Een politicus die lijsttrekker is en dat niet wil worden. Het mag, ik bedoel, iedereen maakt zijn eigen keuze, maar eigenlijk moet iedereen de ambitie hebben om het land te leiden en je ideeën te verwezenlijken. Natuurlijk, we hebben geen tweepartijenstelsel, dus dat moet met andere partijen compromissen. Maar ik zou het een enorme eer vinden als dat zou kunnen gebeuren. Denkt u dat u ook kans maakt? Ja, je moet nooit de campagne ingaan met het idee dat je geen kans maakt. Dus ik vind dat ik zeker kans moet kunnen maken. En wie weet, gaat het ook gebeuren? We zullen het zien. Bedankt voor de reactie. Dank u.